Een hele goede morgen en welkom bij 1 augustus. Dat dit maar een fantastische zonnige maand mag worden. Ik heb er nog even over nagedacht en ik dacht ja, ondanks dat ik meer van de winterkleding ben en niet van de hele hitte hou, merk ik wel dat ik het nodig heb. Omdat ik gewoon, gisteren was ik echt een beetje verdrietig. Toen was het zo regenachtig dat ik dacht nou, ik had allemaal leuke dingen willen doen en het ging gewoon niet. Ik kon alleen maar binnen zitten, Netflix kijken. En dat hebben we eigenlijk ondertussen ook genoeg gedaan. Al moet ik zeggen, het nieuwe seizoen van Outer Banks stond erop en het is wel weer leuk. Dit kleed ligt hier nog steeds, maar eigenlijk dacht ik gisteravond al, het kan wel terug. Maar toen dacht ik, laat ik het nog 1 nachtje liggen. Ik heb wel het vermoeden dat hij een beetje gekreukeld, zeg maar, in de vorm op de stoelen is opgedroogd. Maar ik ga hem wel terugleggen. En ik moet zeggen, ik ruik niks. Dus ik geloof dat het gewoon gelukt is. Ik ga wel eerst even aankleden en ik heb heel erg dorst. En dan, ja, ik ben benieuwd of die jou echt helemaal misvormd op de grond komt. Maar dan gaat het na verloop van tijd hopelijk ook wel weer over. Ik heb dit shirt aan en Gudik, die noemde me een dekbed overtrek. Hij zei, ja, die had ik vroeger in een dekbed overtrek. Ik zeg, oké, nou. Ik zeg, dit is een slaapshirt. Maar eigenlijk was het niet natuurlijk. Het is gewoon een Zara shirtje. Wat ik na verloop van tijd als slaapshirtje ben gaan dragen. Omdat ik hem, ik weet het niet. Ik vind hem leuk als slaapshirt. Het hoeft geen leuk shirt te zijn als slaapshirt. Maar ik weet het niet. Ik denk toch ook, omdat hij is niet de eerste die dat gezegd heeft. Volgens mij Daphne had hem ook precies, volgens mij van de Hema, als dekbed overtrek. Misschien heeft een van jullie hem ook wel als dekbed overtrek. Let me know. Maar daarom is het een slaapshirt geworden. Ik vind trouwens die 0% Carvon Sevitan, is het volgens mij, ja, framboos niet echt geweldig. Maar ik denk dat het, ja, smaakt het naar framboos? Ja, misschien een beetje. Dus of het is gewoon niet mijn smaak, of het is toch gewoon, hij maakt heel raar geluid terwijl ik drink tegenwoordig, hoor je dat? Misschien dat het slangetje er niet meteen zit, want dat deed hij vroeger niet. Maar in ieder geval, ik ga hem wel gewoon opmaken, want het is niet alsof het vies is. Maar ik ga toch de volgende keer een ander smaakje proberen. Die Slimpy vond ik echt goud. Alleen, daar zitten dus blijkbaar veel minder echte fruit. Veel minder echt fruit in. En hier veel meer. Dus vandaar dat ik deze had gekozen. Maar hij moet natuurlijk wel lekker zijn. Ik heb een idee. Ik heb dus best wel vaak dat ik denk, ik heb zo'n pantootop nodig. En die heb ik niet. Maar ik heb wel dit witte hemdje, wat er ligt zo van, als ik hem nodig heb, dan heb ik hem. Nou, ik kan je vertellen, volgens mij heb ik die echt al zeker 2 jaar niet aangehad. Dus, ik ga hem afknippen. En dit kan helemaal misgaan, want bij een bantootop heb je dus geen topjes. Dus dan, of geen topjes, geen bandjes. Dus dan ga ik hem echt hier afknippen. Zeg maar, hier gelijk onder. En dan denk ik tot zoiets. En dan zal ik hem even aantrekken om te kijken of het werkt. Jongens, het heeft gewoon gewerkt. Hij gaat hier wel natuurlijk een klein beetje oprollen omdat ik hem geknipt heb. Maar ik denk, want ik wil dus een ander topje eroverheen die iets wat doorschijnt. En als je daar een normaal hemdje of een normale BH onder doet, die bandjes lopen hier. En de bandjes van je BH lopen hier. Dat vind ik altijd jammer. En ik heb een strapless BH, maar ook die zie je er heel erg doorheen omdat er kant op zit. Dus ik hoop dat dit de oplossing is. Het antwoord is ja. En nee, het werkt, want verder zie je hier helemaal niks. Alleen je ziet dus wel het witte topje nu. Op beeld is het iets minder. Ja, hier zie je de lijn lopen. En hier aan de bovenkant. Maar totaal niet storend. Ik ben blij dat ik het heb gedaan en ik ben blij dat het zo opgelost is. Ja, top. Dan gaan we naar het doe-yourself project van de dag. Ik ga dit tafeltje verven. En ik heb er lang over nagedacht. Want ik heb dus nog zwarte verf staan van deze. Daar kreeg ik vrij snel spijt van. Omdat dus blijkt
dat stof heel zichtbaar is. Moet je kijken hoe erg. Nou moet ik zeggen, het is nu 2 dagen geleden geloof ik. Maar ook kattenpoten en alles, je ziet het er heel goed op. Maar deze is gewoon, ja, die heeft al permanente plekken. En het is echt hout. Dus ik hoop, omdat dat zeg maar heel glad materiaal is, dat je het hier minder op ziet. Dus ik ga hem zwart verven. Heb ik besloten. Ik denk dat het heel leuk eruit gaat zien. En dan zie je die stomme vlekken niet meer. Dus before. De eerste laag zit erop, maar er moet wel duidelijk nog een tweede en misschien zelfs wel een derde. Maar ik ga deze nu gewoon even lekker laten drogen. Ik zit ineens in de auto, want ik had een broodje in de oven gedaan voor ontbijt. En toen dacht ik van ja, dan doe ik eerst eventjes de verf pakken en alles klaarzetten. En dan loop ik dan terug, ga ik eerst eten. Ik weet niet waar ik zat met mijn gedachten, maar helemaal vergeten. Ik ben gewoon gaan verven gaan doen. Nou, je raadt het al, ik kwam terug en hij was echt gitzwart. Zeg je dat zo? Gitzwart? In ieder geval, hij was heel zwart en niet meer eetbaar. En het was letterlijk het laatste broodje wat ik in huis had. Ik heb echt helemaal niks meer. Dus ik ga toch eventjes dan naar de Aldi, want die is open op zondag. En ik zit in de auto, want het regent. En dan... Oh, ik heb hele zere lippen. Geen blistex meer. Teleurstelling. Nee, die heb ik mee naar binnen genomen. Omdat ik binnen ook geen... Nou ja, in ieder geval. Ja, ik heb anders echt helemaal niks in huis. Ja, ik kan pasta gaan kopen als lunch. Of aardappels. Maar dat gaat me te ver. Oké, nou, ik heb €1,30 uitgegeven, jongens. Dit is niks, hè? Voor het geld hoef je niet te laten. Dit is de eerste keer dat ik naar de supermarkt ben geweest deze week. Kaching. Ik heb een bruine bol. Dan zeg maar, het is de Italiaanse bol, maar dan de bruine. En een frikandelbroodje voor nu. Komt niet laten. En ik kan me niet herinneren of ik deze ooit op heb. Iets in mijn achterhoofd zegt, ja, je vond hem niet lekker. Maar ik kan het gewoon niet bewust herinneren. Dus ik dacht, we proberen het gewoon. Oh, trouwens. Jawel. Jawel. Toen ik goed riek wegging, heb ik ook een frikandelbroodje gehaald. Ja, dat klopt. Die energy die had ik nog. Maar die frikandelbroodje heb ik wel gehaald. Oké, dus ik heb... Conclusie. Ik heb 2 frikandelbroodjes en een bruine bol gehaald vandaag. Je kan wel merken dat ik van brood hou en van frikandellen. Maar de bol neem ik dan vanavond. En dan haal ik even een soepje uit de vriezer. Dan heb ik lekker die bol erbij. En dan hoef ik lekker niet te koken. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Het goede nieuws is dat ik geen energy heb gekocht. Want ik heb er dus deze week al 3 op en ik vond dat genoeg. Dus ik dacht, nee, dat doe ik niet. Ik neem gewoon lekker mijn frikandelbroodje met mijn frambozensapje. Nou, sniertsap, hè, voor een aanmaakje. Ik heb besloten de productiviteit weer voor te zetten. Over het frikandelbroodje gesproken.
hartstikke goed. Niks mis mee. Ik zou die Jumbo vind ik net ietsje lekker, maar het verschil is echt klein. Die kast wil ik opruimen hierachter. Want ik weet dat er zijn al een aantal weken spullen die er eigenlijk in moeten. Die dus hier liggen. En het is gewoon een teringbed. Dus het moet gewoon een keer gaan gebeuren. Ginny wil hierbij zeggen, best zolang je mijn paal maar laat staan. Dat is geen optie. Hij klimt dus altijd zo op die paal. Hè? Die dikzak, dat is toch niet normaal? Hij is misschien een beetje, nou hoe zullen we het noemen? Rond, maar sterk is die wel. Hi. Hallo popje. Hallo, ik moet eigenlijk even de paal verplaatsen. Vind je dat goed? Vind je het goed? Het goede nieuws is dat mijn tafeltje ondertussen droog is. Ik heb 5 thumbnails gemaakt nadat ik de kast heb opgeruimd. En nu ga ik nog een laagje doen. En dan hoop ik dat we al een heel eind zijn. Maar ik zal zo even een updateje doen. Het tweede laagje zit erop. Ik moet heel even kijken hoe die gaat drogen. Maar ik heb het vermoeden dat er nog een derde laag aan te pas gaat komen. Terwijl de volgende laag droogt, heb ik besloten... Ik heb mijn blazer aangetrokken, want ik geloof dat dat wel genoeg is. En het gaat niet regenen. Dat ik naar de zonnebank ga lopen. Ik had ineens zo'n zin in. Ik dacht eerst van, oh, dit is echt zo'n dag. Waarop je in bad wil. Nou, dat kan. Dan zou ik naar mijn ouders moeten. Maar het is niet hetzelfde, weet je. Ben je net relaxed in bad geweest, moet je nog naar huis. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de zonnebank. Net zoiets. Ik zie wel dat mijn batterij leeg is. Dus zal ik die even vervangen of zal ik mijn camera gewoon thuis laten? Ik vervang hem wel. Je weet het niet. Misschien moet ik nog iets interessants laten zien. Mijn 20 minuten, 16 om eerlijk te zijn. Mijn 16 minuten Ibiza. Ik heb trouwens gisteren nog, oh dat zie je echt voor geen reet. Gisteren mijn teennagels geschilderd. Nou, dat kan ik beter thuis laten zien. Wel leuk geprobeerd. Ik ben weer lekker thuis en ik heb een chill outfit aangetrokken, want... Het is super vreemd, maar ik ben zo misselijk. Onderweg naar huis werd ik al misselijk dat ik dacht... Ik weet niet of ik het trek. Ik weet niet of ik het trek om naar huis te lopen. Nou ja, toch gewoon doorgelopen natuurlijk. Toen ben ik eerst thuis op de bank gaan liggen. Denk een uur met mijn lang, uur lang met mijn ogen dicht. En nu voel ik me eigenlijk wel weer goed. Ik voel me wel zo slap als een vadehoek. Nou, ik tril verder niet meer. Ik was op dat moment echt helemaal zo aan het shaken. Denk toch combinatie van eten hoor. Want ik had alleen maar een nectarine en een frikandelbroodje op. Ja, dat is het echt letterlijk. En ik denk dat dat gewoon niet genoeg was. En ook geen goede voedingsstof in frikandelbroodje natuurlijk. Anders zou ik niet weten. Maar ik ben nu nog steeds een beetje misselijk. Dus ik zie er ook een beetje tegenop om nu te eten. Terwijl dat misschien wel de beste beslissing zou zijn. Maar ik ga even gewoon chillen onder mijn dekentje nog. En dan... Kijk ik even of het over een uurtje beter is. En anders dwing ik mezelf gewoon. Want de soep is wel lekker veel groente. Dus het is in ieder geval gezond. Ja, ik snap niks van. Maar het zal allemaal meevallen. Sorry. Het is denk ik gewoon... nou ja, wat ik zei. Frikandelbroodje. Kijk even naar het pretty tafeltje. Ik ga even de grote lamp aan doen. Maar ik weet niet of het heel veel verschil gaat maken. Oh ja, wel. Dan kun je het wel beter zien. Yes, mooi hè? Toch de tweede laag was genoeg hoor. Je ziet wel de verfstroken. Zie je, nu zie je het heel goed. Gelukkig had ik dat tijdens het verven al door. Dus ik heb alles deze kant mooi opgestrookt. En dan is het echt helemaal niet storend. Hij is ook super droog. Dus ik ben benieuwd of Roderick het gaat zien. Ik moet hem ophalen op de klomp nu. En ik ga filmen als we binnenkomen om te kijken of hij het ziet, ja of nee.
Je zult ook letterlijk altijd zien dat wanneer hij mij beloofd heeft dat de eerstvolgende keer dat ik hem op moet halen naar de Mac gaan, ik misselijk ben en ik er niet aan moet denken. Gewoon ook echt niet eens een beetje. In de goedheid van mijn hart ga ik hem natuurlijk alsnog ophalen. Maar ik ga er wel bij zeggen, de volgende keer echt. Oh man, ik ben er nog steeds niet van af. Ik heb net zelfs een glas water gedronken en toen werd het erger. Dus toen dacht ik, nou het lijkt toch wel alsof ik echt iets verkeerds heb gegeten. Maar ik ga er niet te hard meer over nadenken. Ik heb een nachtje goed slapen en dan zal het erover zijn. Lekker vroeg naar bed vanavond. Can't wait. Ik ben helemaal moe. Ik heb er helemaal lekker zin in om te douchen en te slapen. En ik heb zin om te zien of hij het tafeltje ziet. Ook dat, want dat lijkt me gewoon hilarisch. Nice! You see it immediately! I'm proud of you! You like it? Yeah, really. Good. Hij had dus nog Burger King gehaald. Want hij was helemaal teleurgesteld dat ik niet wilde. Maar volgens mij was hij uiteindelijk alleen maar blij. Want, oh shit. Ik had mijn earpods hier op het bureau gelegd. Hij is natuurlijk mee gaan spelen. En nu zie ik er maar één. Oh, dit wordt echt. Oh, wat een ellende. Waarom heb ik dit gedaan? Maar hij vindt Burger King lekkerder. Dus het was uiteindelijk alleen maar fijn voor hem. Ik moet mijn AirPod gaan zoeken. Maar ik ga ook gelijk douchen. Want alleen de geur word ik echt al naar van. En ik heb lekker behoefte aan om in bed te kruipen. Lekker in een schoon pyjamaatje. Trappy, ben je nou weer in mijn plant aan het bijten, pot verdikken me. Mag niet. Wij gaan heerlijk pitten. Deze heeft weekend. Dat betekent, ik ook, half. En dat betekent ook dat we morgen gaan uitslapen. En ik heb zomaar het gevoel dat het goed gaat komen. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.